Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat we niet moeten vergeten wat onze voorouders tijdens de slavernij is aangedaan. Het is nodig dat we de veroorzakers van het leed van onze voorouders vergeven. Echter moeten we nooit vergeten. De zeer geëmotioneerde vice-president sprak vandaag zijn woede uit over vreselijke zaken die onze voorouders zijn aangedaan tijdens de slavernij. Brunswijk wijst erop dat de verdeel- en heerspolitiek die tijdens de slavernij werd gevoerd, vooral nu niet moet worden gehandhaafd onder de Afro-Surinamers. Maar we kunnen vergeten, zaden polisator doen aan onze voorouders. Het verdeel- en heerspolitiek. Sar me fur met ano mitu moro taki de pratu nu taki yuna sar makaners yuna aluku yuna disi yuna fotuma nei una de nasata fu den afrikans ma sar en tiar konjaso ina kondre disi mi begi wetu an lesi un den nasata un den tana baka me ku te ku presi ina kondre disi en dati samen aan alle femmes die hebben brom te jari, den trouwens om ik onan baka, de ook toe, vira drukken toe. Laten we samen met de andere bevolkingsgroepen in dit land Suriname tot een hogere hoogte brengen. Maar nog vergeet die, dat de nasaat Afrikaan, dat die een prijs zou pijn naar konden die zien. Tee we ook wat zijn moe nyako, en no ayudo voor nyako. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat zowel de Surinaamse als de wereldgemeenschap lering moet trekken uit het slavernijverleden. Het moet ervoor zorgen dat we als land ons nooit meer in zo'n situatie mogen bevinden. En dat is nooit meer slavernij. Maar ook nooit meer nieuwe vormen van slavernij. Want ook wij maken ons schuldig aan die nieuwe vormen van slavernij. En die zijn er. En die merken we elke dag mee. Met moderne benamingen, zoals mensenhandel. Dat is niks anders dan op een moderne wijze arbeid laten verrichten waar arbeiders die vrijheid niet hebben. Dat is ook een moderne vorm van slavernij. Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft vandaag tezamen met de Federatie voor Afrikaanse Ranamang een bloemenhulde en een plengoffer gebracht bij het standbeeld van Kwaku. President Santokhi plaatste een bloemstuk tezamen met andere hoogwaardigheidsbekleders bij het standbeeld. Later in het journaal komen wij terug.